We weten allemaal dat het nodig is om het verschil tussen het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs en die salaris om het op te lossen. En mijn vraag is, waarom doen we het niet? Wie in de coalitie heeft gezegd tijdens de onderhandelingen in augustus, dit is echt een super slecht idee, dit gaan we niet doen. We weten dat we dit moeten doen, vroeg of laat. En we hebben de tijd niet meer om te wachten. Klassen met 60 kinderen, straks hebben we een griepgolf in oktober. En dan buitelen we hier weer met elkaar over elkaar heen wie de eerste is om een debat aan te vragen over de toestand in het onderwijs. Maar we stonden erbij en we keken ernaar. En we kunnen dat oplossen. Deze begroting. En ik vind dat we dat moeten doen.